Helemaal goed. Nou, die meneer Berritt die zegt we hebben verticale samenwerking, horizontale samenwerking. En die heeft allemaal hele goede artikelen geschreven, die heel veel gebruikt zijn door iedereen. Over hoe doe je dat nou succesvol? Nou, de proof of the pudding. Gaan we vandaag ook kijken, wat heb je gedaan? We zijn natuurlijk ook volstrekt geïnteresseerd in hoe je hebt gedaan. Heel veel samenwerking, Nederland is daar heel sterk in. Denk aan samenwerking in supermarktketens. Denk aan samenwerking als, rond bedrijven als ASML. Geweldige mooie schoolvoorbeelden. Netcar waar Johnson Control de dashboards bouwt, maar ze ook meteen inbouwt. Horizontale samenwerking. Denk aan geweldig mooie organisaties als een Flora Holland. En we hebben zelfs netwerksamenwerking in Nederland. Kent iemand het Centraal Boekhuis? Uitgevers, boekhandels. We uh, bestaan al 135 jaar. Of 140 zelfs al. De Supply chain management is ook niet helemaal nieuw. De VOC was eigenlijk een van de eerste vormen van een stevig stukje horizontale samenwerking. Met elkaar op een boot, de wereld over. Roven en raven. Handel doen en weer terugkomen en het geld verdelen tussen de grote steden. Wat hebben we voor jullie in het komende uur? Drie verhalen over de proof of the pudding. Allereerst voor C for more. Chabon uh, Nabuurs gaat dat zometeen doen. Uh, je gaat over nabuurs vertellen, dat is ook niet zo gek. Je bent de baas ook van nabuurs, even de familieleden uit het bedrijf. Twintig minuten, dat is inclusief eventueel de vragen die zij nog stellen. Daarna een voorbeeld uit de conversion factory die jullie gezien hebben hier in de hal. Waarbij bestaande ideeën concepten worden toegepast. Collaboration in the ornamental the horticultural supply chain. Guy Patterson. in het Nederlands doen we het zo meteen, hè? of ga je het in het Engels doen? Gelukkig, dan kun je ook uitleggen wat de ornamental horticulture is. Ornamental, dan denk ik aan grafkransen, maar het is vast en zeker helemaal verkeerd. Bloemstukken, sorry, dankjewel. En een derde is een van de leukste presentaties die ik vandaag ga meemaken. Het gaat over de Flower Watch. Iedereen die mij wel eens heeft horen spreken, die weet dat ik altijd eindeloos vertel over de Flower Watch. En ik ga vandaag kijken of mijn verhaal klopt. Uh, wie is net geweest bij de Sense Respond-sessie over Pharma? Nou, dat gaan we vandaag nog eens even een, een tikje vooruitgeven. Zometeen, ik vind het erg leuk dat Jeroen van de Hulst verhaal komt houden. We staan tussen nu en de borrel in. Ik beloof jullie dat we kwart voor vijf klaar zijn en ik beloof jullie ook dat we zeker weten dat we een hele hoop gaan leren over de proof of te Pudding. Mag ik mijn eerste gast hier hebben, Chamben? Ik neem me die microfoon maar mee. Ik zal zorgen dat de presentatie zo opstart. Dat is heel spannend want de Windows en ik dat is lastig. Kun je even tussen vertellen hoe je in het bedrijf bent beland en, en waarom je juist logistiek en transport zo leuk vindt? Ja, dat kan ik. Um, ik ben samen met mijn broer heb ik het bedrijf overgenomen van mijn vader. Uh, alweer in 1997, al meer dan 16 jaar geleden. En um, waarom transport en logistiek uh, zo leuk is, is omdat, er, um, omdat het heel dynamisch is. Omdat het heel tastbaar is. Dus je ziet echt wat je organiseert, uh, wat je doet. En uh, je kunt um, echt. Uh, oplossingen bieden in, in concepten. Dat is wat wij doen. Uh, dus niet alleen maar die vrachtauto, maar ook alle processen eromheen, warehousing uh, en de systemen die erbij horen. Dus uh, dat maakt het heel leuk. Okay. Goed, mijn naam is Chab uh, Samen met mijn, uh, met mijn broer Art heb ik het bedrijf uh, overgenomen van mijn vader. Uh, we hebben het zodanig verdeeld dat ik de operations uh, kant uh, mag uh, waarnemen en uh, mijn broer doet de commercie. En dan hebben we hebben ook nog een financieel directeur. Uh, we zijn een familiebedrijf. In de derde generatie inmiddels en uh, wij zijn uh, dus een uh, lsp logistic service provider um, en met name in fast moving consumer goods dus in uh, food producten en non food het is hier een hele kleine ruimte dus uh, wat mij betreft als mensen vragen hebben of tussendoor opmerkingen hebben dan uh, kan dat absoluut um, en dan gaan we daar even op in en um, nou ik uh, ga vandaag iets vertellen over foresee uh, for more en eh, die, die 4C die, eh, vertaal ik maar even als Cross-Chain Control Center. Collaboration Center, sorry. Eh, want er zijn allerlei termen. Control kun je er ook nog van maken. En eh, dat is eigenlijk een begrip wat, wat relatief breed is. Het is eh, niet alleen over transport. Het kan ook gaan over forecasting. Het kan ook gaan over uh, supply chain finance. En je kunt er nog allerlei begrippen aan koppelen. En eh, dat doen wij ook. Dat willen wij ook. Maar we zijn ook heel concreet gestart. We zijn gestart eh, op het gebied van transport. Um, en dan met name um, in eerste instantie uh, over het reduceren van lege kilometers. He, dus de empty mileage terug zien te brengen. In de volgende fase kunnen we daar nog andere dingen aan koppelen. Bijvoorbeeld gecombineerde uh, ladingen. Um, en daar kunnen we nog allerlei uh, vervolgen aan geven. En daar kom ik zo ook nog even op hoe we dat denken uh, te bereiken. Goed, transport dus. Um, hoe gaan wij... Die kilometers reduceren? Hoe gaan wij zorgen dat we minder CO2 uitstoten? Dat is eigenlijk de vraag die we onszelf gesteld hebben. En wij zien daar eigenlijk een redelijk voor de hand leggende oplossing voor. Tenminste, conceptueel is die voor de hand leggend. En nu nog even de uitvoering daarvan. En nou, dat doen we met een aantal stakeholders. Ik heb er hier maar een paar op de slide gezet, want er zijn er eigenlijk veel meer, realiseerde ik me. Maar in ieder geval op dit moment zijn Kune en Nagel eh, en wij zelf als logistic service providers bezig om deze oplossing eh, tot stand te brengen. En eh, vervolgens gaan we kijken of we daar nog andere eh, dienstverleners aan kunnen toevoegen. Eh, maar dienstverleners moet je dan heel breed zien, want het kunnen bijvoorbeeld ook retailers zijn die eigenlijk ook een groot transportnetwerk hebben. Of andere partijen. Het hoeven eigenlijk niet per se logistiek dienstverleners te zijn. Maar het moeten wel partijen zijn die een bepaald netwerk eh, al hebben. Uh, waardoor we uitwisseling kunnen laten plaatsvinden over die netwerken. Dat is eigenlijk de gedachte. Um, en dan kunnen wij natuurlijk als logistiek dienstverleners een bepaalde gedachte hebben, een bepaald idee hebben. En daar zijn we ook niet zelf opgekomen. Daar zijn we ook samen met verladers over gesproken. En die verladers moeten ons ook de kans geven om met hun producten, met hun uh, lading. Uh, dit soort concepten uit te werken. Nou, ik heb hier een aantal uh, uh, verladers uh, genoteerd. Uh, die uh, bij beide. ...logistiek dienstverleners hun goederen ondergebracht hebben. Dat is Danone, bijvoorbeeld Heinz, Hero, Friesland Campina, Mars, Rifresco, SCA, Unilever en ook nog vele anderen. Maar ik heb hier maar even een paar, een paar genoemd. Eigenlijk zijn er een aantal, als ik nou terugkijk, we zijn nu een paar jaar bezig... ...als ik nu terugkijk zijn er eigenlijk een paar hoofdonderdelen die voor dit project belangrijk zijn... En eh, dat is allereerst een legal aspect. Eh, dat is een stuk ICT, een ICT-platform. Nou, eh, verder hebben wij inmiddels ook eh, bekeken: ja, we moeten eigenlijk ook wel een bepaalde performance meting hebben, zowel van de individuele logistieke dienstverleners, maar ook van het gezamenlijke eh, eh, initiatief. En eh, dat hebben we dan OTE, eh, is dat genoemd, eh, Overall Transport Effectiveness. Eh, dat heeft eh, iemand van de Universiteit Twente bedacht. En eh, vervolgens hebben wij gedacht van ja, dat is allemaal mooi, er zijn natuurlijk ook al meerdere van dit soort initiatieven in het verleden geweest, maar op een gegeven moment zul je ook een game sharing moeten gaan doen. Eerst moet je zorgen dat je ze hebt en vervolgens moet je ze verdelen. En hoe ga je dat dan doen? En hoe ga je dat doen met meerdere spelers? Nou, dat hebben we eh, bedacht, dat is misschien toch iets in, te ingewikkeld voor onszelf om dat allemaal uit te denken. Dus daar hebben we de Universiteit Eindhoven voor eh, benaderd en daar ga ik ook nog wat over vertellen. Goed, legal. Um, dit is eigenlijk een van de onderwerpen waar we uh, van wat we niet hadden bedacht dat dat zo'n grote impact zou hebben op, onze, uh, op, op dit project. He, we zijn eigenlijk gestart met het project heel um, ja, frank en vrij zou ik willen zeggen: uh, dat we dachten, nou, he, we zijn logistiek dienstverleners uh, met op dat moment ook een aantal verladers erbij. Uh, en laten we nou uh, allemaal niet zo moeilijk doen en gewoon, we gaan het bij elkaar zitten, we gooien alle informatie op tafel en we gaan het gewoon regelen. We gaan het gewoon doen. Totdat een van ons uh, zei van ja, hmm, we zijn natuurlijk wel uh, concurrenten van elkaar. We hebben toch ook nog wel een bepaald marktaandeel uh, in, de, in de markt. En uh, ja, hoe gaan we dat nou doen? Zodanig dat we niet later uh, door een NMA bijvoorbeeld op de vingers gestekt worden. Die zegt joh, wat jullie hebben besproken en hebben afgesproken, dat mag eigenlijk helemaal niet. Oh ja. Hmm, hmm, hmm. Nou, toch maar even een mededingsadvocaat uitgenodigd en gevraagd joh, hoe moeten wij dit nou gaan doen? Nou, toen bleek dat dat toch allemaal niet zo heel eenvoudig was. Ik dacht van, ja, anti-kartel of anti- of die mededingingswetgeving. Dat is echt iets van, nou ja, je mag geen prijzen afspreken, je mag geen klanten verdelen, je mag geen geografische gebieden afspreken. Maar die goede man vertelt ons: hij zegt, nou, ik heb zelfs voorbeelden dat een partij ging samenwerken met een andere partij. En die vroeg van Goh, met welke klanten werk jij? Nou, zei die partij, is geen enkel probleem, staat toch op onze website. Ik zal even een lijstje maken van wat er op onze website staat, stuur ik je door. En dan is dat meteen over en weer inzichtelijk. Nou, dat bleek al een overtreding te zijn van mededenkingswetgeving. Want daarmee was de andere partij bevoordeeld ten opzichte van de concurrentie. Daar schrokken wij natuurlijk even van, want dat maakt het, het hele project wel een stuk moeilijker. Je kunt dus niet zomaar om de tafel gaan zetten en al je informatie gaan uitwisselen. Allemaal met de beste bedoelingen, CO2 reduceren... Innovatief bezig zijn, duurzaam bezig zijn. Allemaal goede, mooie idealen. Maar was toch niet zo, een, niet zo eenvoudig. Nou, allereerst eenvoudig. Maak voor iedere meeting een agenda. Maak voor iedere, agenda, of voor iedere meeting een, de noodhulen. Wat is er precies besproken? Eh, als er iets over besproken dreigt te worden wat niet goed is, verlaat een vergadering. Nou, dat soort dingen kom je dan aan uit. Um, en dan moet ook iedere keer een uh, advocaat meekijken naar die notulen, naar die bijeenkomsten: van, is dat allemaal goed gegaan? en gaat dat allemaal goed. Nou, dat gezegd hebbende, hoe moet het dan wel? Nou, ons uh, werd advies gegeven: recht een stichting op. Nou, dan moet je weer een stichting oprichten met statuten, met het bestuur, met een uh, management, nou, bla 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 bla. Dat is allemaal best veel werk. En dan moet je over nadenken hoe je dat doet. Nou, inmiddels zijn wij zover. Um, in, deze, in dit project dat we die stichting opgericht hebben. Stichting Groen Vervoer hebben we hem maar even genoemd voor het gemak. Um, en we hebben daar een, een directeur, Marcel Goosens, die ook projectmanagement voor zijn rekening neemt. En we hebben Dick van den Broek-Humphrey bereid gevonden om uh, als uh, voorzitter op te treden van uh, het bestuur van de stichting. Nou, Dick is natuurlijk bekend als uh, EVO-directeur uh, um, uh, uh, een aantal jaren die namens de Verladers, uh, de eigen vervoersorganisatie. Die kar heeft getrokken en uh, op die manier um, uh, ook echt bekend is met uh, hoe ga je nou om met mededinging, ook vanuit perspectief van verladers. Nou. Dus dat is eigenlijk een, ja, een belangrijk onderdeel geworden van het project, wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was, want we wilden eigenlijk bezig met die kilometers en met die CO2 en met die, met die netwerken. Dus nou, dat is wel een, een verrassend uh, um, uh, onderdeel geworden. Nou, het plaatje wat ik nu op het scherm heb gezet is eigenlijk het ICT-platform. Het is een beetje een moeilijk te lezen plaatje, maar het heeft gelukkig wat kleuren, dus daar kan ik wel bij vertellen. De gekleurde blokken onderin, het blauwe, het gele en het rode vlak, dat staat eigenlijk voor de verschillende omgevingen, de lokale omgevingen van de logistics service providers. Dus het, groen, het blauwe blok is van Kuen Nagel met hun Advanced Planning System, een planningstool met hun uh, transportmanagement-systeem, met hun boordcomputersysteem enzovoort. Dus die hele omgeving is het blauwe stuk. Nou, zo'n vergelijkbare omgeving hebben wij bij nabuurs ook, en natuurlijk alle eventuele nieuwe partijen hebben ook zo'n omgeving. Dus die omgevingen die zijn afgeschermd, die uh, blijven gewoon voor die uh, partijen uh, uh, bestaan. En vervolgens moet je data gaan uitwisselen, en daar hebben we die groene balk voor bedacht, die servicebus. En die servicebus die moet eigenlijk die systemen met elkaar gaan verbinden. Dus de, uh, en dan kom ik zo trouwens nog even wat verder op terug, hoe die servicebus gaat functioneren. En dan vervolgens bovenaan zit die um, resource assignment module, zoals u ze zo mooi heet. Of de, de black box, of de, de optimizer, net hoe je wil. Uh, en die moet eigenlijk gaan bepalen van welke ritten hebben we... en hoe gaan we die toewijzen, enerzijds aan de verschillende logistic service providers, de uh, vervoerders... Uh, en anderzijds ook aan de vrachtauto's. He, dus hoe kun je dat zo slim mogelijk doen? Dus het resultaat zal zijn dat als uh, Kuna Nagel al zijn retten naar boven stuurt, uh, wij sturen alle retten naar boven, zullen we bepaalde retten weer terugkrijgen, van die kun je beter zelf uitvoeren. Maar je zult ook retten, zullen wij als nabuurs van Kuna Nagel krijgen en Kuna Nagel zal retten van ons krijgen. Zodanig dat je zo min mogelijk lege kilometers hebt. Dat is eigenlijk het idee. En toen wij startten dachten we van nou, dat zal wel heel ingewikkeld zijn. Zo'n resource assignment module. Dat vond ik tenminste als eh, relatieve leek een behoorlijk ingewikkeld eh, idee. Eh, maar de eh, aanbieders van die, eh, van die APS software, eh, zoals Ortec, eh, maar ook anderen, hebben aangegeven. Ja, dat is eigenlijk wel een trucje wat we wel wat vaker gedaan hebben. Alleen wat wel bijzonder is, je gaat eerst eh, orders naar boven geven. Eh, of ritten naar boven eh, sturen. Die ga je inlezen in die uh, Resource Assignment Module. Dus in die, in die Optimizer. En vervolgens krijg je weer retten terug. En uh, die moet je dan weer in je lokale planomgeving inlezen. En dat is nog niet zo eenvoudig. Tenminste in, in sommige situaties. Dus ja, je loopt toch tegen, tegen uh, zaken aan die je eigenlijk niet verwacht had. Nou, wij werken zelf met Ortec. Uh, maar er zijn uh, ook nog andere aanbieders op, de, op die markt actief, uh, zoals Quintic. En, uh, en ook nog andere trouwens. Dus wij zijn nu in dat selectieproces van welke, met welke partij zullen wij uh, deze, uh, dit verder gaan, uh, gaan aanpakken en gaan ondernemen. Um, nou, dan iets over die servicebus. Uh, die servicebus is eigenlijk de verbinding tussen de lokale omgevingen en de, uh, de blackbox. En um, die servicebus die geeft dus vanuit de lokale omgeving eigenlijk de, de orders en de capaciteit door. Dus waar bevinden onze auto's zich? En uh, welke auto's hebben we tot onze beschikking? En vervolgens gaat dat door naar de uh, Resource Assignment Module. En dan komt het weer terug in de, in de vorm van de planning. van hoe, wie gaat naar welke red uitvoeren. En vervolgens heb je ook nog de status updates. Uh, gedurende de executie. He, dus dat zijn eigenlijk de zaken die je uh, hebt uh, in, in, uh, in dit systeem. Wat wel een hele mooie bijkomstigheid is van zo'n servicebus. is dat je daarmee dus een ontsluiting krijgt naar de buitenwereld. Dus wat je ook kunt gaan doen, je kunt ook je subcontractors bijvoorbeeld laten koppelen op die servicebus. Je kunt ook managementinformatie laten koppelen op die servicebus. En het is denk ik ook een hele mooie uh, tool om uh, later research te doen. Want je hebt heel veel data over retten, over uh, uh, hoe zaken uh, uitgevoerd worden. He, dus je krijgt eigenlijk een mooi platform waar je later allerlei extra dingen mee kan doen. He, in het begin heb ik gezegd, 4C4More for for is veel meer dan alleen transport... En ik denk dat deze, dit platform de mogelijkheid geeft om dat dus te ontsluiten. Om ook dingen met voorkalsting te gaan doen. Met afstemming van slots misschien wel van venstertijden. Dus daar kun je veel meer mee doen dan alleen maar die kilometers reduceren. Goed, als we dat dus allemaal gedaan hebben. En dat gaat ook nog werken ook. Dan moeten we ook nog een manier zien te vinden waarop we het gaan monitoren. Hoe gaan we die performance nou monitoren? Nou, Simon Dalmolen van de Universiteit Twente, die ook deze mooie sheets heeft, uh, heeft gemaakt, die, um, die heeft daar een, uh, een oplossing voor bedacht. En dat heeft hij genoemd uh, OTE, dus Overall um, uh, um, Transport Effectiveness. En die kijkt eigenlijk die tool van wat is nou de performance van je, um, van je transportnetwerk voor de individuele bedrijven, maar ook voor de samenwerking. Zodat je ook kan zien, wat gebeurt er nou... Als je nou alleen maar één bedrijf hebt, of je hebt twee bedrijven, of je hebt drie bedrijven. En hoe monitor je nou die, uh, die samenwerking? En hoe monitor je nou de, uh, de mogelijkheden die je hebt in, de, in het netwerk? En hoe ontwikkelt zich dat ook? Dus niet alleen operationeel, kilometers, uren bijvoorbeeld, maar ook kwaliteit, uh, on-time performance. Dus eigenlijk een dashboard van hoe ontwikkelt zich dat nou? Nou, en dan heb je deze plaatjes waarbij je helemaal links ziet. Eh, als er eh, links, het eh, middelste plaatje, waarbij A en B ieder separaat hun orders wegrijden. En plaatje C, waar je dat gezamenlijk doet. En een bepaalde besparing kan realiseren. Nou, Dat geldt dus ook voor, de, voor die managementinfo. Tot nu toe is het vaak zo dat je dat separaat doet. Dus eh, vervoerder A, vervoerder B, vervoerder C. Ieder heeft zijn eigen management info, Maar hoe ga je dat nou in gezamenlijkheid eh, bekijken? Eh, en dat is een belangrijk eh, aspect van... Eh, van deze oplossing, dat je een continu, uh, continue meting hebt van de effectiviteit en van, performance van je performance van je netwerk. Nou, dit is eigenlijk de opbouw. We uh, zijn niet helemaal goed op de slide, maar um, dit is eigenlijk de opbouw van, het, uh, van uh, de, de calculatie. En die is eigenlijk afgeleid van de um, bezetting, uh, hoe je naar de bezetting kijkt van machines. He, dus daar komt hij eigenlijk vandaan, deze methodiek. En wat je eigenlijk pakt, je pakt eigenlijk eerst je totale tijd die beschikbaar is. En vervolgens kijk je van, oké, okay, welke tijd heb je nou beschikbaar eh, als je daar de bepaalde banking holidays af, uh, af uh, haalt. Eh, ik moet zeggen, in logistiek zijn die er eigenlijk niet meer, hè, want we bezorgen tegenwoordig ook al op nieuwjaarsdag eh, en eh, soms misschien zelfs op eerste kerstdag. Dus zoveel dagen hebben we niet meer waarop we niet werken. Um, en vervolgens heb je nog de tijd die je, ja, die je echt kunt gebruiken. Want je hebt natuurlijk ook nog de tijd dat je bijvoorbeeld geen orders hebt. Dat, er, dat je om die reden je netwerk niet gebruikt. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld onderhoud hebt. Dan heb je het over die operational time. En zo ga je eigenlijk steeds verder peil je het af. van welke redenen zijn er om je netwerk niet te gebruiken of minder te gebruiken. En dan kun je daar weer dus aan getallen aanhangen. Van wat zijn nou die percentages. Uh, wat gebruik je nou uh, wel en waar, waarom of waarom niet en waarom niet? Nou, en dit is dit laatste, als je dan uh, een tool pakt als ClickView, uh, dat je die data inlaat in een, uh, in een analyse tool, een reporting tool, dan krijg je daar hele mooie metertjes op, hè? Lijkt wel toerentellers en, uh, en uh, kilometertellers, voor de, voor de echte die-hard vervoerders onder ons. Um, en, maar in ieder geval, dan krijg je een dashboard waarin je die performances dus kunt zien. Van die um, verschillende netwerken en van die aspecten binnen zo'n netwerk. Dus dat is het, uh, het, uh, ja, het performance-stuk. Nou, dan het onderwerp waar nogal wat samenwerkingen al op gestrand zijn in het verleden. Namelijk, als we dan iets verdienen en als we iets overhouden aan deze, dit project, hoe gaan we dan dat verdelen? He, dat is enerzijds, he, het begint met de verdeling tussen de uh, logistics service providers. En vervolgens heb je nog de discussie met klanten. Nou, we hebben al, ik heb al aangegeven in het begin: die mededingingsvraagstukken, uh, uh, ja, daar zijn we heel serieus mee bezig geweest. En, uh, en nog steeds. Dus we hebben gezegd: Nou, dat is eigenlijk iets voor de, voor de LSP's uh, aan het eind van de rit. Wat, hoe ze dat doorvertalen naar de klant. Maar hoe ga je het verdelen tussen de LSP's? Dat is natuurlijk wel een, uh, een punt waar we een antwoord op moeten zien te vinden. Nou, we hebben daar uh, contact uh, gezocht met de Universiteit Eindhoven. En die zijn dan nu voor ons uh, aan het kijken hoe kunnen ze dat nou het beste gaan, uh, in beeld gaan brengen en wat voor oplossing kunnen ze daarvoor uh, verzinnen. Nou, uh, BZ uh, Hezakani is dat voor ons aan het doen. Um, en die doet dat, uh, uh, Tom van Woensel uh, als professor en, en Marco Slikker zijn zijn, uh, zijn begeleiders. En hij is eigenlijk nu dat model aan het tunen voor die game sharing. Er zijn natuurlijk al vaker game sharing oplossingen bedacht. Um, maar wat je dus ziet, is dat je dan met een aantal properties, een aantal eigenschappen van zo'n model aan de gang gaat. En, uh, dat zijn, uh, en je kunt ze niet allemaal even belangrijk maken, want dan werkt het model niet meer. Dus je zult per uh, onderwerp een bepaalde uh, significantie aan moeten geven. van um, ja, waar, je, uh, waar je waarde aan hecht en hoe je vindt dat dat gewogen moet worden. Nou, om het er een paar te benoemen, he, je wil niet dat een partij slechter af is door samen te werken. He, dus je moet er minimaal. Uh, uh, iets aan overhouden, of in ieder geval niet slechter van worden. He, je wil ook alle kosten en alle besparingen weer alloceren. Dus Dat is een andere uh, belangrijke. Uh, en je wil ook niet dat als iemand geen bijdrage levert aan een systeem, dat hij wel uh, een deel van de, van de gains krijgt. He, dus zo zijn er allerlei um, uh, eigenschappen in zo'n model, waar we nu een wegingsfactor aan toe moeten kennen, in overleg um, over hoe, um, ja, hoe het um, uh, verder gaat. Uh, ja, uh, nou nee, ik ga, nou, in die zin wel dat je wel gaat kijken: van, okay, wat vind ik belangrijk? He, wil ik vooral kijken naar minimalisatie van kilometers? Wil ik vooral kijken naar minimalisatie van uren? Of wil ik vooral kijken naar zo min mogelijk equipment inzetten? Dus van daaruit zijn er misschien bepaalde partijen die zeggen: ja, maar ik heb liever zo min mogelijk kilometers, zo min mogelijk equipment. En daar zit je dus al een beetje met, belang, met belangen van verschillende partijen. Maar uiteindelijk heb je een bepaalde besparing. Ja, en die, die zal in de game sharing oplossing moeten worden uh, gezocht. He, dus, daar, uh, dus daar zit wel een, inderdaad wel een connectie. Wat we nu zien is dat we uh, nu dus met twee partijen zijn, maar we zijn eigenlijk echt bezig om het klaar te stromen ook voor drie, vier, vijf en nog veel meer partijen. En uh, dat maakt die game sharing oplossing ook wel uh, lastiger dan bij twee partijen. Die is eigenlijk wat voor de hand liggender. Dus uh, dan krijg je dit soort uh, diagrammetjes en, en, stroom en schematjes... Dat je dus weer meerdere, met meerdere vervoerders samen bepaalde stromen gaat wegbrengen. Waardoor er een, een enerzijds kosten ontstaan, in dit voorbeeldje 202,50 euro. En vervolgens bepaalde savings, in dit voorbeeldje 60 euro. En hoe ga je dat nou verdelen tussen die drie partijen? Nou, daar gaat dus de Universiteit Eindhoven voor ons met een voorstel komen. Wat zijn we dus eigenlijk aan het doen? En wat hebben we al gedaan? En wat zijn we aan het doen? We zijn eigenlijk een platform aan het creëren. We zijn een platform aan het creëren om samen te werken. En dat hebben we voor een deel al gedaan. Legal hebben we nu eindelijk voor elkaar met die stichting. Qua soft hardware zijn we nog doende om dat te ontwikkelen. Het dashboard zijn we aan het ontwikkelen. En de gain sharing zijn we ook aan het vervolmaken. En daarmee komen we dus tot een oplossing waarmee we enerzijds als startpunt elkaars netwerken kunnen gebruiken. En vervolgens ook nog allerlei andere oplossingen kunnen gaan toepassen eigenlijk zou je dat aan die, aan die partij moeten vragen eh, wat ze mij verteld hebben was dat ze meer tijd wilden besteden aan hun interne eh, projecten en geen tijd hadden voor dit project dat is wel een spannende vraag, bij twee heb je altijd het prisoners dilemma ja maar het lastige was wel, het is ook wel je moet echt wel tijd en effort vrijmaken voor dit project en op het moment dat partijen dat niet doen of onvolledig of niet ja. voldoende doen dan blijft het continu haken, zeg maar. Heb je, je een exit-strategie afgesproken met KUNE? Sorry? Heb je ook een exit-strategie afgesproken? Ja, de, nou, we hebben inderdaad voor de stichting toe- en uitredingsregels. Okay. Eh, om, ja. Ja. Hoe zet je dit af tegen dan ja. sporen Het grote verschil is dat bij die andere krijg je gewoon een beschikbaarheid aan ritten. En daar kan iedereen van pakken wat hij wil. En eh, dus als het op het moment dat het heel druk is. Dan um, uh, zal iedereen, dat wil mogelijk rit op kwijt willen, dat de anderen het maar oppakken. Op het moment dat het rustiger is, dan, um, uh, ja, dan pakt iedereen, houdt iedereen de ritten voor zichzelf. Um, en wat je, het voordeel hiervan is dat hij echt um, onafhankelijk, objectief bepaalt wat de beste toedeling is. Dus ongeacht of je nou uh, veel of druk of niet druk is. Oké, okay, wat betekent Absoluut, dit voor de klant? Het blijven gescheiden ondernemingen. Oké, okay. en de klanten zijn het hiermee eens? Tot nu toe wel. Oké, okay, want je krijgt een nabuurschauffeur. Ja wij waren misschien daarvoor een kunnen nagelschafter komen. Ja, het kan ook zijn dat bepaalde klanten zeiden voor onze orders niet, maar okay. dan wordt het wel complex. Heel veel dank voor je open verhaal en eerlijk verhaal. Applaus en dan gaan we naar de tweede spreker. Oké, okay, nou goedemiddag allemaal. Mijn naam is uh, Guy Patterson van Noviflora uh, Holland BV. Ik ben, ben blij dat ik uh, 20 minuten de tijd heb om uh, jullie wat te vertellen over de Dynalog Conversion project uh, die wij uh, uh, recent afgerond hebben. Um, waar ik jullie uh, de volgende 20 minuten wat over zal vertellen, is even een korte introductie van de sector waar wij in zitten, de Seattle sector. Ik kan gelukkig in het Nederlands ook niet die ornamental. Uh, <laughs> um, dan ga ik, zal ik jullie wat vertellen over de horizontale samenwerking tussen uh, vijf plantexporteurs uh, in het Westland, uh, die in het IPCW, het International Plant Center Westland, uh, gevormd zijn. Vervolgens ook het Dynalog conversieproject, project, de, ja, wat de probleemstelling was, de scope uh, en de resultaten. En dan zal ik eindigen met uh, ja, waar we nu staan. Uh, dus ja, goed, het is leuk als we zo'n project hebben afgerond en het is ook uh, ja, leuk om te weten wat wij we er nu actief mee gaan doen en dat het niet uh, ergens in een kast belandt uh, waar we over twee jaar weer uh, onder het stof uh, terugvinden. Goed, de, de, ja, de seattle sector. Um, ik heb het meer nu over de potplantensector dan over uh, de bloemen in uh, dit uh, verhaal. Uh, als ik het over uh, de seattle sector aan zie, uh, in 2012 5,6 miljard uh, euro aan exportwaarde. Heel veel spelers. Uh, bij Noviflora uh, zelf hadden we bijvoorbeeld vorig jaar. Uh, meer dan 1300 uh, partijen waar wij uh, handel gekocht hebben. Meer dan 150 transporteurs die bij ons aan dok kwamen of via onze gezamenlijke uh, um, inbound-hub. Uh, uh, dus ja, dat schetst wel hoeveel spelers op deze markt uh, ook actief zijn. Ja, van oudsher heeft Nederland een, uh, ja, een, een, een leidende rol in de, in de sector. Ik ga toch hier staan, dan kan ik het makkelijker zien. Um, maar goed, het is wel uh, tijd dat we goed uh, kijken naar uh, ja, innovaties. Want ja, je ziet gewoon een... Uh, in, uh, nu is het wel lastig om het Engels en Nederlands door elkaar weer te halen. <laughs> nee, dat de uh, toenemende druk is van buitenlandse concurrenten. Dat gaat zo, zo, uh, zozeer om de, uh, de teelt. Dus dat we zien dat uh, kwekers in, uh, in, bijvoorbeeld in Polen in opkomst zijn. In de bloemen in Kenia uh, in, in Afrika. Uh, maar ook uh, internationale concurrentie uh, uh, van de handelaren uit het buitenland. Nou, ook uh, toenemende bottlenecks uh, ja, in uh, milieueisen. Um, congestie uh, op de weg. Ja, dit alles vraagt wel uh, ja, om uh, innoverend in de sector bezig te blijven. Uh, ja, wat andere trends hier uh, zichtbaar zijn uh, tegenwoordig, is uh, ja, ook uh, hier. Uh, wat marktfactoren ook uh, ja, de economische crisis. Het is voor een handelaar zoals wij zijn ook steeds moeilijker om, uh, om uh, je kapitaal te verzekeren, om uh, je, je debiteurenbestand uh, goed te, te krijgen. Uh, voor kwekers ook uh, om geld, om, om te innoveren, om uh, geld te, te lenen. Uh, maar ook de consumenten verandert. vergrijzing treedt op in de landen waar wij. Uh, vooral actief zijn in Scandinavië, trade heel, uh, ja treedt vergrijzing ook toe. De consument wil meer weten, het verhaal achter het product, wil eigenlijk bij het plantje wat hij koopt de, de, de foto zien van de kwekerij met de kweker erop met zijn familie en de golden retriever en heel het verhaal erachter hebben, dus ook veel meer uh, ja, marketing uh, activiteiten, wat, dus heel die handel verandert. Nou, kostenreductie, uh, ja goed. De, de marges uh, staan uh, onder druk, dus het is dus, uh, uh, ja, van belang dat uh, we allemaal uh, kostbewust bezig zijn. Technologische ontwikkelingen, dat gaat niet alleen uh, om ja, e-commerce, e uh, digitalisering. Het, het is van, oudsher, ja, van oudsher is het toch een wat uh, een, uh, ouderwetse manier van zaken doen, vind ik toch. Ik ben nu twee jaar in deze branche actief. Maar als ik zie hoeveel faxen er op een dag versuurd wordt, dan uh, ja, kan ik wel zeggen dat Xerox en Canon uh, ja, in leven worden gehouden door de c uh, zou ik bijna zeggen. Maar goed, we zijn, er zijn heel veel uh, ja, initiatieven. Uh, Hubways hebben we hier al eerder genoemd, het da vinci project die daar ook in bezig is. Um, maar ook aan de kwekerskant. Ik denk dat we straks ook wat houden over het uh, tilproces, waar heel veel technologische ontwikkelingen zijn. En aan de andere kant, ik noemde net de faxen, maar ik ben op kwekerijen geweest. Nou, dat, dat is helemaal robot gestuurd en nou, dan wil je niet weten wat, uh, hoe, hoe technologisch ver we al zijn. Dus ja, goed, dat is even een, een schets van uh, waar we mee bezig zijn. Ik zal nu wat vertellen over de uh, ja, horizontale samenwerking binnen het IPCW. Wij hebben een uh, definitie genomen van uh, de heer Kruijzen. Hoe wij uh, horizontale samenwerking zien. Dus ja, een, een, een samenwerking tussen meerdere partijen die vijf handelaar. We zijn actief in dezelfde uh, markt en we hebben, uh, ja, vooral aan de aanvoerkant hebben we gewoon dezelfde functie. Nog wat, motivations, uh, wat, wat motivaties wat eruit zijn, gekomen, ook tijdens het, uh, het Dynalog-project. Uh, uh, het is gewoon uh, er zal een investering moeten plaatsvinden die je deelt. Uh, wat ik niet verwacht had, maar wat voor mij, en dat zal ik straks ook bij de resultaten. Maar is ook het delen van kennis uh, ja, en ervaringen. Niet alleen tussen de vijf plantexporteurs zelf, maar ook met de universiteit. Uh, um, in het Dynalog conversieproject Project ook iemand van uh, buiten uh, de sector. Um, dan is ook nu ja, het International Plant Center Westlands, opgericht uh, in 2000. 11, eind 2011 bestaat uit de volgende vijf exporteurs. Noviflora, Fideverde, Motera, Hamiplant en Livart Export. Zijn allemaal gevestigd in het Westland op Trade Park West 2. En hebben ook een gezamenlijke inbound hub, Seattle Direct. Waar de handel voor deze vijf exporteurs ook binnenkomt. Uh, de doelstellingen van het International Plant Center is een uh, positie van Plantland Nederland te verstevigen, uh, en ja, en te behouden en te verstevigen. Met name als het gaat om het stukje Westland. Het, uh, je moet je ook voorstellen dat 60 uh, tot 65 van de handel die wij kopen uit het Westland of Zuid-Holland komt. Um, we gaan samenwerken uh, met elkaar binnen de supply chain. En niet allemaal individueel. Er zijn heel veel initiatieven ook in de sector de afgelopen jaren geweest. waar de ene exporteur met kwekers afsprak dat hij gouden lintjes om de karren wou. de andere wilde uh, de karren ondersteboven aangeleverd krijgen. En die kwekers werden ook helemaal gek van ieder als iedereen individueel bezig is. Wij, uh, met met z'n vijven zullen we alle digitale standaardisaties die er nu ook plaatsvinden volledig supporten. Uh, en actief aan deelnemen. Denk daarbij aan de Florencom: dat is het plaatsen van orders, het ordersystematiek. Uh, digitaal plaatsen van orders bij kwekers. Um, het transportorder uh, digitaliseren, wat een hele belangrijke wordt ook straks uh, in dit project. Vooral de uitkom of een van de uitkomsten. Maar ook logistieke statusupdates en uh, labelinformatie. Uh, berichten zullen wij. Um, ook als IPCW zijnde, altijd uh, ten volle aan meedoen. Wat ik nog wel even, nog één ding, vergeten, is dat we samenwerken op basis van non-commerciële activiteiten. Het ligt vooral aan de aanvoerkant, maar we hebben het ook, bijvoorbeeld, we kopen samen verpakkingsmateriaal in, sielfolie uh, en dat soort zaken. Uh, dat doen we ook samen inkopen. En we hebben dus een uh, gezamenlijk innovatief agenda. Dan maak ik nu het sprongetje naar het... Uh, het, uh, het Dynalog Conversion Factory uh, project die wij gedaan hebben. We zijn met uh, Dynalog in contact gekomen door uh, Sintens. Uh, die heeft ons in contact gebracht met Dynalog. En, ja, via Dynalog zijn we met de uh, uh, Technische Universiteit van Eindhoven het project begonnen. <coughs> nou goed, ik, de, het, het project bestond eigenlijk in eerste instantie, en dat was ook wel leuk aan het project en, en leuk aan de... Uh, het project zelf is dat, je, dat we continu uh, terug aan het kijken waren van klopt het waar we mee bezig zijn. In eerste instantie gingen we kijken van oké, kijk, wil, wil je met, met ons samen kijken naar het stukje aan uh, de inbound transportatie, dus van de kwekers naar die common inbound hub. Doen wij dat goed? Uh, wat kan er beter? En gedurende het project zijn we er eigenlijk achter gekomen dat dat niet eens nou, dat wel een bottleneck is, maar dat het meeste winst. De grootste bottleneck die wij hebben. is de interne efficiëntie. Een dag in. Uh, de, de interne efficiëntie ligt. Nou, tussen de 60 en 70% uh, efficiëntie. Dat is heel laag. En dan kun je zeggen. ja, je doet je werk niet goed. Maar het is ook gewoon. Uh, aan de hand van. de aanvoer is zo uh, verspreid over de dag. De kweker optimaliseert zijn eigen proces. Ik bedoel, als, als uh, exporteur A. Um, die, die bestelt wat om 7 uur, exporteur B bestelt wat om 9 uur. Hij heeft net dat van 7 uur geraapt. en gaat dat net op een uh, vrachtwagen uh, bestellen. Alleen nu dan krijgt hij nog een order binnen. Hij zegt, nou, wacht maar even, uh, vervoerder, want er komt nog meer aan. En zo staat hij het tot, op totdat hij een optimaal intern proces hebt. Dan belt hij de vervoerder. Nou, de vervoerder gaat ook zijn eigen uh, proces optimaliseren. En zo ja, heb je heel weinig regie over de aanvoer. En dat gaat, gaat dit project over. Dus we, gaan, we komen uit met resultaten, is dat er conceptueel uh, gebied is gedaan. Um, en dat er een, wat modelling is gedaan op uh, optimale routes te berekenen in een optie 5. De scope van het project is uh, ook wel even heel duidelijk, is dat het alleen gaat uh, om het aanvoerstuk. Dat het alleen maar gaat over de handel die wij direct bij kwekers kopen. Dus niet wat we via de veiling uh, kopen. En wat we dus laat hebben toegevoegd. En wat eigenlijk uh, wel uh, ja, heel goed was in dit project. Is dat we ook de effecten op het interne uh, proces um, hebben meegenomen. <kwijden> Nog even ook, wat, 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 ook heel, um, ja, duidelijk moet, wat ook heel duidelijk moet zijn. Ook in dit project. Maar ook het gaat in dit project om informatiedeling. Proactieve informatiedeling met vervoerders, kwekers uh, vooraf in plaats van wat er nu gebeurt achteraf. Maar het gaat ook om de business models van de partners die in deze samenwerking zitten. De hele business model ziet er anders uit. Waar de een misschien een meer customer intimacy uh, business model heeft en de ander een cost leadership. Het, het maakt heel erg uit met het, de bestelmomenten van, die, uh, van de bedrijven. En dat in het model. Bracht dit ook wel wat uh, ja, hakenogen met zich mee. Er werden ook criteria uh, aan het project gezet. En elke optie die, de, die wat eruit kwam, werd elke keer aan de criteria en de constraints uh, getoetst. Een criteria was het uh, besparen op inkomende vrachtkosten. Alhoewel dat lastig is, omdat in veel gevallen, je, uh, als, je, als wij planten kopen bij een kweker, kopen wij de planten. Franco geleverd. Dus de transportkosten zijn heel lastig uh, eruit te halen. We hebben ook weken waar we afspraak maken van: oké, okay, wij kopen bij jullie de planten, maar we betalen zelf het vervoer. Uh, maar goed, dat is een, uh, wel lastig om de transportkosten eruit te halen. Uh, we moeten bezwaren op het interne proces, daar zit het meeste uh, bezwaring op. Um, het moet voor alle businessmodellen applicable zijn. Maar ook voor alle kwekers. Het heeft geen zin als we, als we bij de ene kweker wel uh, dit model kunnen toepassen en de andere uh, niet. Ik bedoel, dan zijn we weer met wat suboptimalisatie bezig. Ja, natuurlijk ook belangrijk is, het moet wel reali realiseerbaar zijn. Uh, en ja, goed, ook de kosten om het te implementeren. Ja, vandaar dat we straks ook in de results laten zien van ja, we hebben wel om een gefaseerde implementatie uh, gekozen. Nou, we hebben verschillende opties en scenario's uh, um, behandeld en ik ga ze niet allemaal noemen. Ik zal even de, uh, de opties uh, waren uh, nachttransport, dus we gingen alles in de nacht doen. We spraken af met elkaar. We bestellen voor drie uur en alle handel voor de volgende dag en alle handel wordt in de nacht opgehaald. Maar ook een scenario was dat wij uh, eigenlijk als IPCW in de schoenen van een logistiek dienstverlener gingen staan en zelfs trucks gingen charteren met een optimale route. Dat waren verschillende opties en scenario's wat de revue passeerde. Elke keer getoetst aan die criteria en de constraints. Nou, de nieuwe optie wat eruit is gekomen zijn er eigenlijk twee: eentje waar we nu actief mee. Uh, ...zouden kunnen beginnen. En eentje voor de langere termijn. De langere termijn, dat is waar je als IPCW... ...ja, echt de regierol neemt... ...en ook een stukje in de uh, schoenen van de logistiek dienstverlening gaat staan. De vraag is of we dat ook uh, willen uh, met z'n allen. Maar wat we nu hebben is een... Uh, ...ja, een combinatie van het huidige uh, systeem... ...voor uh, kwekers die wellicht niet mee willen met ons. Uh, en... Kwekers die wel mee willen in het nieuwe uh, uh, systeem. En de voordelen voor de kwekers zijn is dat wij uh, met z'n vijven afspraken hebben gemaakt op bestelmomenten. Wij bestellen allemaal op dezelfde momenten. In ieder geval de handel die wij bestellen kan de kweker optimaliseren in zijn interne proces. Met de vervoerder delen wij alles wat wij besteld hebben. Delen wij al op het moment van bestellen. En zeggen ook wanneer de ophaaltijd is bij de kwekers. Die stemmen we allemaal af in uh, SLA's. Goed, de, 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 ja, de resultaten uit het uh, Dynalog Conversion Project. Um, een potentiële savings, zeg ik er even bij, van een interne efficiëntie van 15 tot 20 procent. We hebben wat tools uh, om de break-even points voor de inbound uh, transportkosten te berekenen um, gekregen. Zoals ik zei, de ja, total cost is de product value, dus de kosten van de, van de plant. Uh, en het stukje uh, inkomende, inkomende logistieke kosten. Uh, de kostenbesparing op de inkomende logistieke uh, kosten wordt geestimeerd op 5%. Nou, we zijn we samen met een vervoer aan het kijken wat de uh, lege kilometers. Of de, de beladingsgraad omhoog gaat. Dus hij, dat is een uh, verhoging van vlaag van 5 tot 10% nou, van, tot 10 van meer, minder lege kilometers. We hebben een implementatieplan. Met een, uh, kwekers, hoe we kwekers moeten kwalificeren, hoe we transportvervoerders moeten kwalificeren. We hebben een planning uh, tabel, uh, een stukje software uh, opgeleverd gekregen, waarin we ook rekening houden met seizoensinvloeden, uh, dagen na uh, vakantie, op maandagen zijn anders. Dat neemt allemaal mee. We hebben heel veel geleerd op uh, samenwerking. <coughs> dat ging niet altijd even makkelijk. Um, het is belangrijk dat je goed. Uh, ja, elkaar ook vertrouwd. Het Dynalog Conversion Factory vond ik ook een hele goede, of, nou, dodelijke combinatie bijna, dat je een stukje universiteit, iemand van buitenaf en subject matter experts van de handel bij elkaar zet en steeds ja, de ideeën heen en weer gooit en steeds weer terug gaat, nee, we gaan het toch weer anders doen, dit moet erin. Dus dat was uh, goed. <tus> en er is een, uh, ja, een computer opgeleverd uh, om een joint routing probleem uh, op te lossen. Dat is bij Dynalog uh, nu beland. Ja, en wat, hoe het er nu voor staat, is dat we afgelopen maandag gestart zijn met drie van de vijf uh, leden van het IPCW. Met het uh, ja, resultaat, met het project eigenlijk. We gaan nu zelf uh, um, ophalen bij de kwekers we hebben samen de besteltijden, de ophaaltijden met de kwekers afgestemd, intern met elkaar afgestemd. Uh, we hebben wel een uh, gedacht om het zo klein of uh, um, schaalbaar te houden. Dus we beginnen met een, een regio waar we heel goed inzichtelijk hebben wie wat waar zit. Uh, in, dat is de regio boskoop uh, blijswijk We gaan het evalueren in uh, juni. Ik heb ook van de week al een paar kwekers gesproken. Nou, ik had een kweker die had, nou, van, die, van de drie die nu uh, zaak mee doen, of die nu in dit project zitten. De kweker zei van, nou goed, ik ben hartstikke blij dat jullie dit eindelijk doen. Want ik had voor jullie drie, had ik nu al, op, of had ik uh, afgelopen tijd, had ik drie verschillende vervoerders aan de deur. Die drie keer kwamen ophalen bij mij. En nu heb ik gewoon één keer één vervoerder. Um, het is voor ons ook een kostenbesparing voor ons drie. Uh, dus ja, daar staan we nu. En uh, ik hoor graag... Of er wat vragen zijn. Ja. zeker Ik stel over het cultuurprobleem. Ja. Ja. Nee, dat zou ik zeker niet ontkennen. Er is gewoon wel een, een, een cultuurprobleem in, in, de, in deze branche. Is, uh, en in de groente en fruit, dat was dan ik in Barendrecht uh, is dat is, met de greenery uh, ja, is de greenery uh, oplossing daarin gekomen. Ik zou ook niet ontkennen dat ik Verwacht dat de binnen de komende vijf jaar ook in uh, de seattle sector, um, ja, dat er een partij of dat nou verladen of uh, exporteurs zijn, kwekers of Flora Holland in de vorm van kwekers, uh, of wellicht een uh, ja, een andere logistieke dienstverleners de regierol zullen gaan pakken om het cultuurprobleem, uh, ja, zo niet te doen. Ja, en daarom zijn we ook nu klein begonnen om te kijken om dit uh, te gaan beleven. Want inderdaad, wij zaten ook met cultuur. Daarom is ook dat wij met, nu met z'n drieën van de vijf zijn begonnen. Want die, dat vragen gingen we onszelf ook stellen: hoe krijgen we iedereen mee? Hoe gaan we dat doen? Maar wij hebben met z'n drieën nu besloten: nou, we gaan gewoon beginnen met Boskoop. Deze kwekers, we informeren ze, we gaan bij ze langs, we leggen het uit. Nou, en met deze regio is het nu. Uh, ja, met deze kwekers waar we nu aan de slag mee gaan, is het nu gelukt. Nu zitten de transporteurs ook niet stil. Hè? Ik zag dat die ook horizontaal zijn samenwerken. Hoe gaat dat jullie beïnvloeden? Nou ja, goed. De, de transporteurs zitten ook een beetje in een uh, splagaat. De ene keer uh, betalen wij het transport, de andere keer de kweker. Dus ze hebben uh, twee, twee belangen. Maar ik zou uh, heel blij zijn als uh, de transporteurs uh, samen zouden werken en wij met uh, een beetje wat, wat mijn voorganger net uh, zo'n uh, model voor de siertilt uh, en dat die ontwikkelingen zijn er ook in in hubways, hè, waar de waar de vervoerders uh, ja, waar de vervoerders uh, ook in uh, deelnemen. Hè. Ja. Uh, dus ja, dat, 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 dat okay. zit er ook wel aan te komen, maar het moet wel gebeuren. Heel erg kansrijk. Er is ruimte voor één laatste vraag. Nou, nee, we, we kunnen wel gewoon altijd um, ja, pallets en dat soort dingen kunnen we toelaten in ons uh, netwerk. Het enige wat we niet toelaten is uh, fruit. Dat uh, kan uh, met uh, kan dat de producten beschadigen. Maar in principe staan we daar uh, wel open voor. Ja. Ja, ik dacht aan bloemetjes en bijtjes in die vrachtwagen met fruit en uh, plantjes. Ja. Heel dom. Dankjewel, nog een applaus graag. Bedankt voor je eerlijke preste.